Maandagochtend is een jonge fietster gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Laanweg en de Zuidervaart in Zuidschermer. Het meisje werd aangereden door een auto en kwam door de botsing meters verderop op het wegdek terecht. De schade aan de motorkap, voorruit en het dak van de auto laten zien dat de klap flink geweest moet zijn. Het frame van de fiets is door de kracht in twee stukken gebroken, waardoor de politie moest dreggen in de naastgelegen sloot om de voorkant van het frame letterlijk weer boven water te krijgen. Het meisje is met spoed en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De dienst verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.